Als je er zo afgaat, dat is natuurlijk minder. Maar het scheelt dat we al geplaatst zijn voor de top 5, dus zoveel pijn doet hij niet. Nu gaan we dus naar België toe en daar is het niveau een stukje hoger, dus daar zullen we weer een tandje bij moeten zetten. Hoewel de dikke nederlaag in en tegen Den Bosch weinig reden tot een feestje gaf, was er alsnog blijdschap bij Feyenoord Basketbal. Dat heeft alles te maken met de 5e plek in de competitie. Daardoor is de ploeg verzekerd van deelname aan de elitegroep van de B-Next League, waarin dit jaar voor het eerst ook de top van België aan meedoet. We hebben bereikt wat we wilden bereiken, dat is die 5e plaats. En dat betekent dat we nu, ik ben nu 3 jaar hier bij Rotterdam, bij Feyenoord Basketbal. 3 keer op rij zijn we 5e geworden, dus dat is een zekere vorm van consistency, van regelmatigheid. Maar de consequentie is wel dat we dus nu met deze wedstrijd erbij 10 wedstrijden gaan krijgen tegen Belgische ploegen die eigenlijk niet onderdoen voor wat Den Bosch hier laat zien. En dat terwijl Den Bosch dit weekend met een verschil van maar liefst 40 punten over Feyenoord heen stormde. Het betekent dat de jonge en smalle ploeg van Van Helfteren de borst nat mag gaan maken tegen de zuidenburen. Want dat het niveau in België hoog ligt, daar bestaat bij niemand twijfel over. Er is meer geld, dus als je meer geld hebt, dan kan je gewoon betere spelers kopen. Kijk naar Den Bosch, die hebben een bank van 14 man volgens mij. Wij moeten het doen met 7 man plus 2 jeugdspelers. Dus ja, dat is gewoon heel pittig en je moet roeien met de riemen die je hebt. We gaan het denk ik ook, als ik heel eerlijk ben, tegen teams als Oostende en Mons en Antwerpen uit vooral, gaan we er denk ik wel dik vanaf. We moeten dus leren de komende weken om dit niet zomaar over ons heen te laten gaan, maar daar weerstand aan te bieden. En door fysiek harder te gaan spelen, basketbal technisch, tactisch wat slimmer te gaan spelen. En op die manier proberen de verliespartijen die er gaan komen, om die beschaafder te houden dan het verschil beschaafder, kleiner te houden dan wat we vanavond gezien hebben. Feyenoord Basketbal staat de komende weken dus een harde leerschool te wachten in België. Maar voor nu overheerst de trots dat de ploeg ondanks de vele tegenslagen voor het 3e jaar op rij bij de beste 5 ploegen van Nederland hoort. Met dit budget en met de manier hoe dit seizoen is gelopen voor ons. 2 Amerikanen binnen, 2 Amerikanen weer weg, dan weer nieuwe spelers. Het is echt een hele rollercoaster geweest van alles wat helemaal niet goed ging. En we hebben er gewoon doorheen geslagen en we hebben het gehaald. Dus dat was het doel en die is bereikt.